De drie noordelijke provincies, Friesland, Groningen en Drenthe, zijn relatief dun bevolkt. Hierdoor is er genoeg ruimte voor werken, wonen, natuur en recreatie. Zo'n 20.000 mensen werken hier in energiegerelateerde sectoren. De focus ligt traditioneel op gas en olie. In Energy Valley werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De ambitie is om een belangrijke energie-mainpoort te worden op Europees en wereldniveau. Verder is er een grote agro-cluster, goed voor ongeveer 22.000 arbeidsplaatsen. Er zijn ongeveer 600 bedrijven actief, waaronder een aantal grote zoals de aardappel- en zuivelverwerking, de suikerindustrie en slachterijen. Ook in de watersector is Noord-Nederland actief. Bijvoorbeeld op het gebied van watertechnologie heeft het gebied een sterke positie. Verder wordt sensortechnologie toegepast om de kwaliteit van het water te verbeteren. Maar ook voor het beheer van energienetwerken, dijkbewaking en logistieke systemen. In een periode van 10 jaar moet Noord-Nederland op de kaart staan als toonaangevende kennisregio op het gebied van intelligente sensornetwerken. In de 18e eeuw vierde de textielindustrie in het oosten van het land hoogtijdagen. Tegenwoordig heeft die plaats gemaakt voor een kennisintensieve industrie. De oostelijke provincies Overijssel en Gelderland werken samen in drie innovatienetwerken, de zogenoemde valleys. Rondom Wageningen trekt de Food Valley inmiddels internationaal de aandacht, met als speerpunt veilige en gezonde voeding en duurzame productieprocessen. Rond Enschede is het innovatieplatform Twente opgericht, dat zich richt op nanotechnologie, gezondheid en veiligheid. En rond Nijmegen neemt de Health Valley een hoge vlucht. Kennisinstellingen en bedrijven ontwerpen hier samen vernieuwende zorgconcepten. Ontdekkingen zijn gedaan op het gebied van sport en gezondheid, medische technologie en voeding. Door samenwerking tussen de drie netwerken zijn intussen bijvoorbeeld microdruppels ontwikkeld, een product om vetarme zuivel te maken. Ook zijn biomedische sensoren in ontwikkeling, die in het lichaam vroegtijdig een ernstige aandoening als hartfalen kunnen ontdekken. Er is een groeiende samenwerking tussen universiteiten, kennisinstituten en bedrijven. Oost-Nederland heeft dan ook een prima uitgangspositie op het gebied van food and nutrition, health en technology. Zuidoost-Nederland staat wat betreft kennis en innovatie in binnen- en buitenland bekend als toonaangevend. Vier van de zeven grootste Nederlandse research and development bedrijven hebben hier een thuisbasis. Philips, ASML, DSM en OC. Als multinationals zijn ze sterk georiënteerd op de wereldmarkt, terwijl ze wat betreft historie en ontwikkeling in de regio geworteld zijn. De bedrijven worden omringd door vele toeleveranciers in het MKB en door dienstverleners op het gebied van ICT, logistiek en design. Onderwijs- en kennisinstellingen zijn in de regio Zuidoost-Nederland goed vertegenwoordigd. Zij vormen een steeds hechter netwerk met de bedrijven. Het programma Pieken in de Delta Zuidoost-Nederland wil die toenadering verder verbeteren en investeert in de innovatiepositie van de regio. De nadruk ligt op drie sectoren: high-tech systemen en materialen, food and nutrition en life sciences en medische technologie. Zuidwest-Nederland is het gebied bestaande uit de provincie Zeeland en de regio West-Brabant. Het ligt strategisch, namelijk tussen de haven van Rotterdam en Antwerpen. De beschikbaarheid van diep vaarwater, wegen, spoor en pijpleidingen maakt de ligging uniek en zorgt voor kansen voor economische ontwikkeling. In de regio zijn veel multinationals in de procesindustrie gevestigd en internationaal opererende logistieke dienstverleners die hiervan profiteren. Door de procesindustrie en haar productieinstallaties ontstaan mogelijkheden voor andere sectoren, zoals maintenance en bio-energie.
Daarnaast ontwikkelt de regio Zuidwest-Nederland zich tot aantrekkelijke toeristische trekpleister. De Zeeuwse stranden, attractiepark De Efteling en het waterrijke Biesbosgebied trekken ieder jaar weer duizenden vakantiegangers uit binnen- en buitenland. Zuidwest-Nederland profiteert dus van haar strategische ligging. De economische structuur van de Zuidvleugel kenmerkt zich door de diversiteit in het gebied. De haven en het industriecomplex, de organisaties voor internationaal recht, vrede en veiligheid, de glastuinbouw en life and health sciences. Al deze clusters hebben een sterke internationale dimensie en door export van producten, diensten of kennis dragen ze structureel bij aan een extra groei van de Nederlandse economie. De Mainport Rotterdam staat wereldwijd bekend om zijn grote expertise op het gebied van transport en logistiek. Het Zuid-Hollands tuinbouwcomplex is omvangrijk en economisch zeer sterk. Niet door het productievolume, maar vooral door de kennisintensieve toeleveranciers. In en rond Den Haag vestigen zich steeds meer internationale organisaties en kennisinstellingen op het gebied van internationaal recht, vrede en veiligheid. Professionals uit de hele wereld komen naar Den Haag voor scholing, congressen en studie. Verder spelen zich in de Randstad interessante activiteiten af op het gebied van life sciences. De Noordvleugel Randstad wordt gekenmerkt door het grootstedelijke milieu en de internationale aantrekkingskracht van Amsterdam op zowel bedrijven als toeristen. De ligging van deze regio is in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. De aanwezigheid van Schiphol is belangrijk als mainport en economische motor. Utrecht is het centrum van de nationale water-, spoor- en wegeninfrastructuur. De economie van de Noordvleugel is omvangrijk en divers. Zo zijn er bedrijven gevestigd uit de internationale financiële sector, de creatieve industrie, de zakelijke dienstverlening en het medisch cluster. Ook het internationale toerisme en het congreswezen zijn belangrijke drijfveren voor de regio. Het programma Pieken in de Delta Noordvleugel Randstad richt zich op projecten die bijdragen aan de groei van de regio en bovendien een internationale uitstraling hebben.